Burgemeester Vreeman gaf met het luiden van dit klokje het officiële startsein van de bouw van het Pirke Donderspaviljoen in Tilburg. Dit gebeurde woensdag op de sterfdag van de zalig verklaarde Pirke Donders. Het klokje kwam uit het openluchtkapel dat plaats gaat maken voor het paviljoen. Hierachter komt hij straks, het Pirke Donderspaviljoen. Waarom is het zo belangrijk dat hij er komt? Ik denk dat we in de afgelopen jaren hebben gemerkt dat de belangstelling voor Pirke als eenvoudige Tilburger, die toch van hele bijzondere betekenis is geweest, dat je die herinnering in leven moet houden. En dat Pirke een voorbeeld is voor de mensen niet alleen van toen, maar eigenlijk ook voor de mensen van nu. Als hij nu zou leven, dan denk ik dat hij een aantal aspecten van naastenliefde, van solidariteit, dat hij die hoog in het vaandel zou hebben. En daar gaat het per slotverrekening om. En dat is ook de herinnering die we aan hem hebben als we denken aan zijn werk voor de Melaatse in Suriname. In het paviljoen komt het thema naastenliefde centraal te staan. Natuurlijk is het werk van Pirke terug te zien, maar daarnaast is er ook ruimte voor de Pirkes van nu. De Melaatse van toen zijn misschien wel de aidsmensen van nu. Wat betekent het om de hongeren te laven? Nou, er werd op een geweldige wijze werd gezegd van nou, iets van de aspecten die bijvoorbeeld Pater Poels doet. Iets van de aspecten van mensen die de voedselbanken et cetera verzorgen. Nou, op die manier willen wij de link van toen naar nu proberen te leggen. 27 oktober, de 200ste geboortedag van Pirke, zou het paviljoen open moeten zijn. Voorlopig moeten we dus maar genoegen nemen met de gebakjes van Pirke.